Welkom bij Oude Verstoting Overwinnen. Vandaag heb ik een reactie op een webinar van Helene Koppejan. En zij is levensloopspsychologe. En zij heeft een mooi webinar gehouden over ouderverstoting. Hoe je dat kan tegengaan, wat de kenmerken zijn. Heel erg interessant, dus laten we meteen van start gaan. Vandaag, wat Magiel ook al zei, gaan we het hebben over parental alienation, over ouderverstoting, zoals het vaak in Nederland vertaald wordt en zoals Joep Zander het ook als eerste vertaalde. En we hebben een korte tijd, dus we kunnen maar een heel klein beetje de sluier oplichten van wat er zoal over te vertellen valt. Maar ik zou mijn best doen om zoveel mogelijk mee te geven. Als er na een scheiding een situatie ontstaat waarbij het kind of meerdere kinderen in een gezin aangeven minder of geen contact meer te willen met een van de ouders, dan noemen we dat een contactstop. En daar zijn verschillende onderliggende dynamieken mogelijk die die contactstop tot ontwikkeling brengen. Een van die dynamieken kan situationeel zijn. Je kan bijvoorbeeld hebben dat kinderen zien dat ouders veel conflicten hebben. Kinderen willen daar geen getuige van zijn, vinden het lastig om bij de overdracht die conflicten te zien en geven aan, ik wil minder omgang. Het kan ook zijn, en zeker in heden ten dagen, met die enorme woontekorten die we hebben, kan het zijn dat het de ouder die uit het huis gaat, het gewoon heel erg moeilijk vindt om een goede woning te vinden en het kind kan zeggen, ja, ik vind het niet fijn of niet veilig in die woning. Er zijn natuurlijk ook situaties waarbij, als het ware, de ouder waar het kind geen contact meer mee aangeeft te hebben, met de noorderzon is verdwenen. Het is niet altijd een situatie die van het kind uitgaat. Het kan gebeuren dat een ouder zelf het contact verbreekt. Een andere situatie kan zijn dat een kind eenvoudigweg minder goed aansluit qua natuur bij de ouder en het prettiger vindt om bij die andere ouder te zijn. Dat zijn situationele omstandigheden. Er kan ook sprake zijn van een gegronde reden, en dat is een heel belangrijk onderzoekselement. Heeft het kind een gegronde reden om de omgang niet te willen? En onder gegronde redenen verstaan wij mishandeling. Bijvoorbeeld verwaarlozing, psychische mishandeling, fysieke mishandeling of misbruik. En u begrijpt dat als het kind door de ouder, waarvan het zegt dat het daar niet meer naartoe wil, mishandeld wordt, dat een gegronde reden kan zijn voor een contactstop. Kort commentaar van mijn kant. Hey, als je deze video of audio wil beluisteren zonder dat ik er doorheen praat, ik zet een link in de description, zodat je deze kan zien zonder mijn commentaar. Over mishandeling. Ik heb dus jarenlang als agent gewerkt in Rotterdam. En ik heb daar een aantal van de meest erge dingen meegemaakt. Waaronder ook een moeder die haar kind opsloot in de kelder wanneer zij een man op bezoek kreeg. Dus deze dingen zijn, die gebeuren. Dat is echt waar. Of een vader die zijn kind opsloot in de kelder en daar misbruik van maakte van het kind. Dus er gebeuren heel veel nare dingen. Daar heeft het nu over wanneer is er nou echt sprake van mishandeling? Er is nog een andere situatie mogelijk. En dat is eigenlijk de situatie waar we het vandaag vooral over gaan hebben. Dat is de situatie waar het kind vanuit een loyaliteitsconflict kiest voor een van de ouders en de andere ouder buitensluit. In het Engels noemen we dat parental alienation. En ook in het expertteam hebben wij van deze term veelal gebruik gemaakt. Waarom? Omdat er veel vertalingen zijn in Nederland en er over deze vertalingen geen consensus is. En ik als eigenwijze ook mijn eigen vertaling heb gekozen. Ik vind ouderverstoting wat lastig, omdat daar toch een soort beschuldiging in zit. Ik weet dat de ouders het zelf heel lastig vinden om te horen, jij doet aan ouderverstoting. Ik weet ook dat kinderen het heel moeilijk vinden om te horen, jij hebt je vader of je moeder verstoten. Ondanks het respect dat ik heb voor Joep Zander, heb ik gekozen voor een andere vertaling. Het kind lijkt aan de buitenkant een beeld te laten zien dat hij nooit een band heeft gehad met die ouder. Op dit moment ook geen band heeft en zeker ook niet verwacht dat die band er ooit zal komen. En als we spreken over een band, dan spreken we over hechting. En dus heb ik de term vertaald in ouderonthechting.
Ik vind het niet zo'n vreselijk spannend iets hoe de term vertaald wordt. Belangrijker is dat we herkennen hoe het eruit ziet. En als we kijken naar Peter van Straten, die kon, zonder dat hij onderzoek had gedaan naar deze problematiek, dat eigenlijk heel knap schetsen. En vooral belangrijk hier in zo'n tekening is het non-verbale element in de communicatie tussen deze moeder en de zoon. En dat is eigenlijk ook hetgeen waar wij, als wij met deze problematiek bezig zijn, onderzoek doen wat de dynamiek onderliggend aan de problematiek is. Maar ook als we een interventie aanbieden, zullen we heel veel willen kijken naar het non-verbale deel. Kijkend naar deze moeder, dan zien we dat zij zit. En haar hele lichaam straalt als het ware uit dat ze lekker zit en ook zeker niet van plan is om snel op te staan. Ze heeft de telefoon aangenomen en laatst bij een training hoorde ik iemand zeggen, oh, maar dat is zo'n ouderwetse telefoon. Ja, dat klopt. Peter van Straten tekende niet de smartphone, maar een ouderwetse telefoon. Ze heeft die in haar hand en als je naar haar gezicht kijkt, dan zie je als het ware haar mond hangt naar beneden, haar ogen hangen naar beneden. Ja, dat is geen vrolijk gezicht. Daar spreekt ontevredenheid of ongenoegen uit. En zelfs haar hand vind ik als het ware wat ja, verveeld, de hoorn vasthouden. Ze heeft haar zoon geroepen en aan het lijf van de zoon kan je zien dat hij met veel weerstand zich naar de telefoon toe sleept. Zijn been blijft achter, zijn schouders hangen, zijn hoofd hangt naar voren. Kijken we naar zijn gezicht, dan zien we als het ware geen echte emotie. Kijken we naar de omstandigheden, dat zijn eigenlijk alle elementen die je mee wil nemen in zo'n observatie, dan zien we geen stoel staan en de kans is dus groot, hè, voorspellend, dat deze jongen de telefoon zal aannemen en het gesprek zal gaan voeren in aanwezigheid van zijn moeder. En zijn moeder heeft hem geroepen met de volgende woorden. Je verwekker staat er. Jullie ongetwijfeld denken, nou die dames die kunnen er wat van, je verwekker. En misschien zegt deze moeder wel met grote onschuldige ogen tegen ons als hulpverleners of als professionals. Maar ik zeg toch niks kwaad, het is toch zijn verwekker. En dan zullen we misschien denken, ja dat zal wel, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Maar denk niet dat alleen moeders dit soort dingen kunnen zeggen, ook vaders kunnen dezelfde soort terminologie gebruiken. En een tijd geleden las ik op Facebook eigenlijk de tegenhanger, de broeddoos. Het is zo belangrijk dat je als ouders, ook al ben je gescheiden, respectvol over de andere ouders spreekt. Want jullie kinderen, je kind, komt van jullie beiden. Dus het moment dat jij de andere ouder afwijst, op wat voor manier dan ook, dan gaat jullie kind dat negatief ervaren. Dus in dit voorbeeld zie je een moeder die echt lusteloos zit en niet enthousiast. En die zoon wil de liefde van zijn moeder. En die gaat al dat non-verbale gedrag, die gaat het oppikken. Dus je weet ook wel, als ik vrolijk ben, van hey, leuk, mijn vader is aan de telefoon. Dat hij daarmee zijn moeder dus verdrietiger maakt. Dus in dit geval gaat de zoon zich aanpassen aan het gedrag van moeder. Zoals jullie weten, of zoals jullie misschien niet weten, het meeste van het gedrag, of het meeste van de communicatie, gebeurt non-verbaal. Daarom is het zo belangrijk om daar als expert op te letten. Wat is het non-verbale gedrag van de moeder, van de vader en van het kind? En je kan hem bijvoorbeeld vragen stellen van, hoe gaat het bijvoorbeeld als jouw vader belt? Of hoe gaat het bijvoorbeeld als jouw moeder belt? Ouderonrecht, parental alienation. Dat is eigenlijk een systeem, een dynamiek die we gaan zien als ouders al gescheiden zijn. Het kan heel goed zijn dat er in de relatie, tijdens de relatie al een situatie is ontstaan waarbij één ouder meer en meer werd buitengesloten en de kinderen met de andere ouder een bondje vormden, een coalitie sloten. Maar we zien dat eigenlijk pas over het algemeen na de scheiding als de zorgregeling niet wordt nageleefd. Om te kunnen spreken van parental alienation of ouderonthechting zoals ik het vertaal, dan zal er minimaal een aantal aspecten relevant moeten zijn en aantoonbaar moeten zijn. Eén daarvan is dat het kind in de loyaliteit beïnvloed wordt door een ouder of door beide ouders.
Maar dat kan ook door een stiefouder zijn, dat kan ook door een opa of oma zijn, iemand anders in het sociale systeem en zelfs door professionals die onvoldoende kennis hebben van deze problematiek. Die kunnen ook bijdragen aan het verergeren van de loyaliteitsbeïnvloeding. Dat is één element dat van belang is. Een tweede element is dat we naar het gedrag van het kind kunnen kijken. En dat gedrag van het kind vertelt ons heel veel. Zeker als we willen differentiëren tussen gegronde reden, wat ik net al noemde, gegronde reden als mishandeling, dan zal dat kind dat tegenover je zit, die een gegronde reden heeft, fundamenteel ander gedrag vertonen dan dat kind dat in de loyaliteit is beïnvloed. En vaak zijn ook de omstandigheden ongunstig en dragen bij aan het voortduren van de buitensluiting van een van de ouders. Stukje loyaliteitsbeïnvloeding. Een kind is loyaal aan de ouder. En dat is logisch, want de ouder is de persoon waarvan hij of zij afhankelijk is. Dus je moet ervan uit kunnen gaan als kind dat je vader en moeder het beste met jou voor hebben. Je moet ervan uitgaan als kind dat je vader of moeder dingen doen die goed zijn voor jou. Dus als een van beide ouders, non-verbaal of verbaal, de boodschap geeft dat de andere ouder niet goed is, dan kan het zo zijn dat je dat als kind over gaat nemen. Of dat jouw kind dat over gaat nemen. Van oké, mijn moeder die vindt dat mijn vader niet goed is. Ik zie dat mijn moeder verdrietig raakt erom. Ik wil graag dat het goed gaat met mijn moeder. Dus je gaat ook merken dat vaak de zwakke ouder, de ouder die dus meer moeite heeft, emotioneel onstabieler is, daar gaat het kind meer naar trekken. Omdat het bij de andere ouder waar het wel veilig is, dan hoeft het niet zijn best te doen. Kind merkt automatisch van, oké, mijn moeder die gaat langzaam, die kwijnt af. Het gaat steeds slechter. Dus die gaat juist bij die ouder, de verstotende ouder, extra zijn of haar best doen om die liefde terug te winnen. En er maar voor te zorgen dat het goed gaat met die moeder. Ik ga over al deze drie elementen wat vertellen. Maar eerst wil ik u meenemen in een film van Iris Kelly. En omdat ik mijn technisch vernuft lang niet zo goed is als dat van Margiel, ga ik nu aan Margiel vragen om heel even het stokje van me over te nemen. Voilà, zei. Dankjewel. Dat was het weer, hè? Voor het dikke toe. Tot binnen 2 weken, ja. Meisje. Salutjes. Het is een filmpje dus over een, doe ik voor de luisteraars, je kan de video ook bekijken op YouTube, van een gescheiden stel en een meisje, een tienermeisje, wat daar tussen klem zit. Waar blijft jij zo'n zin voor thuis, hè? De vader, die denkt ook alleen maar aan zichzelf. Maar jongen, die kleren. Zie, dat gaat er niet meer af, zo'n hele was. Het was leuk, ze is weekend. Zaterdag zijn we de hele dag naar het museum geweest en dan zijn we s'avonds iets gaan eten. En vandaag hebben we de hele dag geschilderd. Dus het kind komt net weer terug van vader, bij moeder. En het eerste wat moeder doet is commentaar leveren over wat er niet goed is gegaan. Dat de kleren niet goed zijn. Dus meteen, hè, dus kind komt terug. Meisje komt terug van vader. Meteen kritiek over vader. En nu zie je dat het meisje probeert te praten over hoe leuk ze het heeft gehad, wat er juist goed ging. En ze probeert erbij aansluiting te vinden bij moeder. Hallo, met David. Ik ben het. Zeg, Evelien, die voelt zich niet goed. Ze blijft liever hier dit weekend. Oh, is een beetje gripperig dan? Ja, inderdaad, ja. Zeg maar, ze kan ook gerust ziek naar hier komen. Hè? Ik kan ook hier voor haar zorgen, dat is geen probleem. Ja, maar ze slaapt nu juist. Hè. Ze heeft de hele nacht wakker gelegen van hoofdpijn. Dan kan ze misschien beter in bed blijven. Zeg maar volgende week. Ze kan volgende week ook wel naar mij toe. Dat is echt geen probleem. Nee, dat gaat niet. Dan heeft ze afgesproken met vriendinnen. Ja, goed. Binnen een paar weken dan maar weer, hè? Ja, oké. Dag. Nou, je ziet dus dat die moeder dus afbelt. Waarschijnlijk is het een regeling van 1 keer in de 2 weken. En die geeft aan met een bezorgdheid. Hè? Het gaat met bezorgdheid. Het gaat nooit met, je bent een slechte vader. Kan ook andersom. Hè? Ik gebruik nu even dit voorbeeld.
En je bent een slechte vader en ik heb liever niet dat onze dochter bij jou is. Nee, je zegt, ze voelt zich niet zo lekker. Nou, die vader is begripvol. Maar helaas, die week daarna kan dus ook weer niet. Dus het gaat allemaal onder een deken van liefde en zorgzaamheid. Dus nu wil het meisje, die denkt, ik ga naar mijn vader toe. Maar die komt niet. Die is afgebeld. Is zij er al? Nee. Tja, het is al 20 na. Misschien staat hij in de file. Ja, dat kan, ja. Stop. Vlieling. Ja? Ik heb bij uw papa gebeld. Hij komt niet. Oh, hij komt niet. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Hij was nogal kort af. Dan blijf je toch gewoon gezellig hier dit weekend, hè? En dan gaan we iets heel plezant doen. En die zie je dus dat die moeder, ja, dat is wel moedwillig. Die geeft het kind een heel ander verhaal. Ik denk dat het een oud filmpje is, want tegenwoordig heb je ook mobieltjes en dan kan er ook contact zijn tussen ouder en kind. Maar in dit geval dus niet. En die moeder laat het dus doen voorkomen dat die vader geen tijd heeft. Hij is er kort af. Met andere woorden, jij bent niet belangrijk genoeg voor vader. En het meisje is loyaal aan moeder. En die heeft geen enkele reden om te twijfelen aan wat moeder zegt. Dus wat zie je hier in beeld is gewoon echt teleurgesteld is. En dit gaat dus heel geniepig. Het is iedere keer weer een zaadje wat geplant wordt. Hoi. Hey. Hallo. Hoe is het? Goed. Alles oké? Voelt al een beetje beter? Ja, ça va. Ja? En op school alles goed? Oudste lief. Amai, dat is echt mooi. Ja, vind het mooi? Ja. Je hebt echt wel talent, hè. Zeg maar, dat zou toch veel schoner zijn. Moest jij echt van die schilderspullen hebben, hè. Ga ik dat voor u eens kopen? Kun jij dat hier thuis ook doen? Zeg, het is weekend. Ja, nee, laat maar. Wat dan? Oh, de keuken die zou dringend eens moeten gepoetst worden. En ik dacht dat we dat samen konden doen dit weekend. Maar ja, je moet naar je papa, hè. Ik zal het wel alleen doen. Echt? Nou, dat is wel een mooie andere tactiek. Schuldgevoel. Moeder doet heel aardig en zorgzaam. En die geeft aan, ja, ik moet de keuken doen in mijn eentje. Oh ja, jammer, je moet naar je vader. Dus je laat mij alleen. He, dus wat je ook vaak ziet, is dat dan de moeder, of de ouder, de verstotende ouder, die stelt zich heel zwak op. Die gaat we hebben te maken met een hele diepe hechting, waarbij het kind zich verantwoordelijk gaat voelen voor de emotie van de ouder. En geniepig wordt het kind dus, het meisje, wordt voor de keuze gesteld. Ga ik naar mijn vader toe en laat ik mijn moeder alleen achter, die dus de keuken moet opruimen? Of blijf bij mijn moeder, waardoor het beter gaat met haar? Hallo. Hey papa, het is met mij, hè? Ah, schatje, hoe is het ermee? Zie je het al zitten voor dit weekend? Ja. Dat was dus de reden waarom ik u belde. Ik denk dat ik liever thuis blijf om mama te helpen. Oeh. Ja, er moet nog keiveel gekuist worden en ik wil haar dat niet alleen laten doen. Dus het leek me wel goed als ik haar even help. Ja, maar Eve, dat komt er wel heel laat mee, hè? Ja, sorry. De kassen kan toch wel even wachten, zeker? Nee, want het komt nu gewoon goed uit dit weekend voor mama. En ik wil haar dat niet alleen laten doen. En jij moet niet altijd aan je eigen denken. Allee, tot binnen 2 weken dan zeker, hè? Ja, dag. Kijk, en dan zie je dus dat het meisje belt vader op. En die wil eigenlijk aangeven, ja, ik wil bij moeder blijven. Maar eigenlijk wil ze ook naar vader toe. Dus die raakt in conflict. En dan zie je ook dat ze hogere emotie krijgt. En dus boos gaat reageren naar de veilige ouder. In dit geval vader. Vader heeft geen idee wat er aan de hand is. Die weet niet wat er allemaal speelt.
En daarom is het ook zo belangrijk dat je als ouder ook weet hoe dit werkt. Want nu zie je dus wat er gebeurt. Langzamerhand wordt het contact verminderd met vader. Mama? Ja? Ik heb net naar papa gebeld om te zeggen dat ik bij u blijf dit weekend. Is het echt? Oh, je bent een schat. Waarom zijn wij gescheiden, Evelien? Ja, ik weet niet, maar ik heb dan nooit gezien dat hij u pijn deed, dus... Nee, daar heeft hij altijd wel goed voor gezorgd. Dit voorbeeld is heel extreem, het hoeft nog geen eens, maar in dit geval insinueert dus die moeder dat die vader haar pijn heeft gedaan. En normaal gesproken wil je dus niet je kind daartussen zetten, maar deze moeder doet dat gewoon bewust, maar subtiel. Waardoor eigenlijk het kind de eigen conclusies gaat trekken. Van, oh, mijn vader is niet oké. Oh, mijn vader is niet oké. Moeder gebruikt ook positive reinforcement. Dus iedere keer als het haar kind wat doet wat zij fijn vindt. Oh, geweldig. Oh, wat leuk. Zal ik schilderspullen voor je kopen? Dus zo wordt het kind langzaam getraind om afstand te nemen van vader. Wat jij hier doen? Vies wat ik gevonden heb? Dat kan even je zeker gebruiken op school. Je weet dat ik je hier niet wil, hè? Maar ik kon dat alleen maar afgeven, zeg. Ja, dat is goed, dan kunnen we nu teruggaan. Wacht even. Kan ik je even niet even spreken? Dat is zo lang geleden die nog gezien. Ja, maar ik mis die wel, hè? Evelien is niet thuis. Ah, sorry. Hey, Eefje! Je zegt juist dat hij niet thuis is. Oh, dat heb ik nu gezegd. Nee, dat zelfs niet. Een paar seconden geleden zei je dat ze niet thuis is. Dat is helemaal niet waar. Hij legt me geen woorden in mijn mond, hè. Kijk, wat gebeurt er nu? Die vader komt een keer spontaan langs. Die mist zijn dochter. En moeder laat duidelijk weten dat hij niet gewenst is. En die vader die weet dus van niets. En die reageert dus daarop. Omdat hij niet is voorbereid, gaat hij heel heftig en intens reageren. En wat gebeurt er dan? Want in dit soort gevallen van een ouderverstoting... Dan zie je dus dat de emotie bij de verstoten ouder heel erg hoog oploopt. En die gaat dus heftig reageren. Maar dat wil de verstotende ouder juist. Want nu komt dus zijn dochter binnen. Verdomme Sofie, waar zijn we mee bezig? Dus ik doe het niet zo agressief. Hè? Ik doe niet agressief. Ik wil alleen even je maar zien. Als je nu niet weggaat, dan bel ik de politie. Eruit. Zie je vanuit de dochter, en ik ben heel vaak bij huiselijk geweld ben ik geweest. Vanuit het gezichtspunt van de dochter ziet ze opeens een schreeuwende vader die haar moeder lastgevalt. Dus het is helemaal niet raar dat dat meisje denkt van mijn vader die is niet goed. Die heeft waarschijnlijk mijn moeder pijn gedaan. Hij komt niet opdagen als hij moet komen opdagen. Met andere woorden, het is helemaal niet raar vanuit het kind om zo te denken. Ik wilde zeggen raar, maar het is niet raar. Het is juist logisch. Een kind gaat er niet van uit dat de eigen ouder niet het beste heeft met haar of hem. Waarom was papa hier? Ja, die kwam u al halen terwijl dat helemaal de afspraak niet is. En die houdt er ook geen rekening mee dat jij moet... Ja? Eefje, kan ik u niet... Even zien. Ik heb je al zo lang moeten missen, meisje. En ik zou je heel graag even zien. Nee, dat gaat niet. En ik wil u eigenlijk ook niet meer zien. Dus je hoeft volgende week ook niet meer af te komen. Dag. Papa, ik schrijf u om duidelijk te maken dat ik geen contact meer met u wil. Dat betekent dus ook dat u mij niet meer moet bellen, geen kaarten meer moet sturen en niet meer langs het huis moet rijden. Ik kan u alle dingen die u mij en mama heeft aangedaan niet vergeven. Ik hoop dat u mijn wens kan respecteren. Ik zal hem direct op de post doen. Dus
Zijn vader leest de brief. Die heeft geen idee wat er allemaal aan de hand is. Waarom doet zijn dochter zo? Ja, en dan ziet u eigenlijk in een heel rap tempo, en over het algemeen gaat het niet zo snel, ziet u heel veel elementen van loyaliteitsbeïnvloeding en van het loyaliteitsconflict dat bij het meisje ontstaat, waarna ze op een bepaald moment ook haar vader buitensluit. Er is heel veel onderzoek gedaan, vooral naar de gedragingen van coalitieouders, de ouder die het bondje vormt met het kind, maar ook naar het gedrag van kinderen. En de wetenschappelijke kennis die we daarover hebben verzameld, daar ga ik u in de volgende sheets in meenemen. Dus ik ga weer terug naar de presentatie en die ga ik weer met u delen. Dan ziet u weer even het filmpje, maar met een beetje geluk spoelt het door naar wat ik wil. Het proces van ouderontrechting. In wezen is het een procesmatig iets. Hè? We zagen een aantal stappen in dat proces al plaatsvinden in dit filmpje. Maar als wij met een dergelijke casus te maken krijgen, dan is het ontzettend belangrijk. En dat is ook een van onze meest fundamentele aanbevelingen van het expertteam, dat er goed onderzocht wordt wat er speelt. Want aan de buitenkant kan het zijn dat elke casus hetzelfde lijkt. Er is een kind of er zijn kinderen die zeggen: ik wil geen contact meer met een ouder of veel minder contact met een ouder. En er is een ouder die dus buitengesloten wordt. En er is een andere ouder die zegt: ja, bij mij moet je niet zijn. Er speelt wat tussen de ouder en het kind. Dat moet opgelost worden. Dat is de buitenkant. Maar de binnenkant is vaak, en eigenlijk voor zover ik mijn casuïstiek heb gezien, aan de binnenkant is het altijd anders. En welke elementen willen we dan onderzocht hebben als, om vast te stellen, niet alleen wat speelt er, maar ook hoe kunnen we het oplossen? Waar kan hulp op ingezet worden? Want één ding is zeker, er bestaat geen standaard interventie voor de problematiek van parental alienation. Wat ik altijd navraag, en ik neem u nu mee in het model dat ik ontwikkeld heb in mijn eerste onderzoek, en het model dat ik eigenlijk ook altijd toepas in al mijn casuïstiek onderzoek. Het eerste wat men wil weten is de geschiedenis. Niet alleen van de relatie tussen de ouders en hoe die beëindigd is, en eventueel hoe de omgangsproblematiek is ontstaan, maar ook wat verder. Hoe is de hechtingsstijl van de ouder die tegenover je zit? Krijg je daar een gevoel bij? Wat zijn de ervaringen in de vroege jeugd van die ouder? Weten we wat voor persoonlijkheid er tegenover ons zit? En dan dus inderdaad die relatie en de reden van de scheiding. En met persoonlijkheid bedoel ik niet specifiek een persoonlijkheidsonderzoek. Ik weet dat er heel veel ouders zijn die zeggen van: ik vind dat dat van belang is. En mijn ex die moet dat is een narcist, of mijn ex is een borderliner. En dat moet maar eens vastgesteld worden. En binnen het civielrechtelijk, familierechtelijk geheel zal een persoonlijkheidsonderzoek eigenlijk nooit verordineerd worden. Dat doen we wel binnen in het forensisch kader. Hè. Dus dan kan het Nederlands Instituut voor de Forensische Psychologie een onderzoek doen. En soms zie ik dat wel bij deze casuïstiek terugkomen. Vanuit wat wij meemaken, vanuit hoe wij zijn ontstaan, vanuit eigenlijk al onze ervaringen in het verleden, zullen wij ervaringen in het hier en nu beoordelen. Wij hebben ons eigen referentiekader. En dat beoordelen, dat doen we hier van binnen. En dat doen we hier van binnen. Dat wil zeggen dat het bedekt is, verstopt is, covered, covert gedrag. Met covert gedrag bedoelen we dat wat we denken en dat wat we voelen. En weet dat wij nooit weten wat een ander denkt of wat hij voelt. We weten alleen wat een ander tegen ons zegt. Dat hij denkt of wat hij voelt. En dat is overt, dat wat zichtbaar gemaakt wordt. Dat wil nog niet zeggen dat wat diegene tegen ons zegt ook daadwerkelijk is wat hij denkt of voelt. Het kan best zijn dat de situatie zo is dat die inzage niet gegeven kan worden. Dat kan soms door de ouder liever verborgen blijven, maar dat kan soms ook door een kind verborgen blijven. En met covert bedoel ik niet alleen covert wat we in onszelf verborgen zouden willen houden, maar ook dat wat verborgen blijft voor de buitenwereld, omdat het achter de voordeur plaatsvindt. Dus van belang is het te weten wat denken en wat voelen ouders en kinderen als ze in een dergelijke situatie zitten.
En wat doen ze met overte gedrag? Welk gedrag zien we, kunnen we vaststellen, waardoor eventueel het kind in een loyaliteitsconflict komt? Als we kijken naar dat loyaliteitsconflict en als we kijken naar de situatie dat een kind de omgang stopzet met een ouder, dan zullen we altijd een thema vaststellen. En met een thema bedoel ik dat wat de ouder en het kind vertelt, dat de reden is van de contactbreuk. Als u naar dit filmpje van net heeft gekeken, dan zou u zich kunnen voorstellen dat zowel de moeder als de dochter kunnen zeggen: het contact is verbroken, want vader is onbetrouwbaar, hij komt nooit op zijn afspraken. Vader is agressief en vader denkt alleen maar aan zichzelf. Dat is het thema. En het thema is wat anders dan wat mensen voelen. Want als we zouden nagaan, wat zou deze mama nou voelen? Waarom zij het moeilijk vindt om het meisje naar papa te laten gaan, dan zijn dat hele andere emoties. Dat zou zomaar verdriet kunnen zijn, eenzaamheid kunnen zijn. Dat zou zomaar angst kunnen zijn dat haar dochter meer trekt naar de vader dan naar haar. En het zijn die coverte gedragingen, die emoties en die gedachten, die ons de sleutel geven naar de oplossing, niet het thema. Kijken we naar de korte termijn effecten, die zijn in kaart gebracht, wetenschappelijk, dan zien we dat deze kinderen veel verdriet tonen. Dat zagen we in het filmpje ook. Het meisje lag ook te huilen in bed. En hier zien we dus ook dat er slapeloze nachten kunnen zijn. Het meisje dat huilt, er is een groot conflict en er is geen oplossing voor. Zij zit in een situatie die zij niet op kan lossen. En ze heeft ook niet alle informatie. Het enige wat zij voelt is pijn. Dus wat kan een mogelijke oplossing zijn? Het contact met vader stoppen. Moeder is vaak heel erg verdrietig door vader, hoe zij het ziet. Dus het is heel logisch van een kind om dan te zeggen van oké, dan is vader waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. Niet wetende wat er eigenlijk speelt bij moeder. Kind wil af van de grootste problemen, want ook na een contactbreuk zal een kind verdrietig zijn. Maar je ziet dus hoe belangrijk het is dat het eigenlijk een verdedigingsmechanisme is van een kind om zo drastisch te zijn. We zien dat het meisje in zichzelf verkeerd gedrag vertoont. Op momenten als moeder niet emotioneel aansluit bij de behoeften van het kind, zo noemen wij dat met mooie woorden. Dus als het ware dat wat het kind voelt niet ziet, maar haar eigen emoties laat prevaleren. Het verdriet van het meisje als papa niet komt. Het in zichzelf getrokken gedrag van het meisje als ze vertelt hoe leuk het was bij papa, maar moeder dat eigenlijk helemaal niet wil horen. Of het verdriet van het meisje nadat ze de brief heeft geschreven. En moeder die gauw op de post doet. Op die momenten zagen we dat het meisje in zichzelf keerde. Deze kinderen worden vaak naar ons gestuurd. Er is wat met het kind. Het kind heeft een stoornis. Er is een probleem met het kind en dat moet behandeld worden. En in eerste instantie is er ook gedacht dat parental alienation een syndroom was en dat het een stoornis van de kinderen zou zijn. Inmiddels is dat syndroomdenken al lang verlaten. En zien wij dat deze kinderen eigenlijk niet veel keuze hebben dan op een bepaald moment te kiezen tussen hun ouders. Dus ze hebben geen andere keuze meer dan te kiezen. We zien in het filmpje ook dat het meisje boos wordt. En als ze papa afbelt, dan verwijt ze hem. Hij denkt ook alleen maar aan uzelf. En dat waren precies de woorden die we ook aan het begin van het filmpje hoorden. Toen moeder bozig reageerde dat ze wat te laat teruggekomen was en haar kleren onder de verf zaten en het meisje een heel fijn weekend had gehad. Deze kinderen, daarvan zeggen we dan vaak, we gaan kijken hoe het met ze op school gaat. Hebben ze goede resultaten of hebben ze dat juist niet? En is dat dan een indicator voor hoe het met ze gaat? En als iets Frank van der Linden ons wel geleerd heeft, en u zult hem ongetwijfeld kennen, hij heeft ook een prachtig boek geschreven hierover, wat hij heeft als kind zijn mama buitengesloten, dan is het wel dat het met hem fantastisch op school ging, maar niet in hemzelf. Dus hoe het met het kind aan de buitenkant op school gaat, is eigenlijk geen indicator voor ons als therapeuten om te beoordelen hoe het met het kind aan de binnenkant gaat. We zien op een bepaald moment dat het meisje als het ware reflectief de kant kiest van de moeder. Zeker bij de voordeur. En de moeder als een leeuwin voor haar stond om te vechten voor de veiligheid van het kind.
En op een bepaald moment weet zo'n kind niet meer wat ze nu zelf moet denken en moet voelen. En dat zagen we mooi aan het eind toen ze haar brief schreef. En we het filmpje zagen van alle leuke gebeurtenissen die het meisje met haar vader had meegemaakt. Korte termijn effect hebben we net. Wat ook gebruikt in het, wat ook gebeurt in het brein, en het is ook bij volwassenen, als er verwarring is. Dus op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet denken. Dat heb je ook met nieuwsberichten als heel veel oorlog is, inflatie, je weet niet meer wat er aan de hand is. Dan is er onrust in je hoofd. En op dat moment, als iemand komt met een oplossing en hoe je erover na moet denken, dan is de kans groot dat je dat gaat overnemen. Dus ik pleit altijd voor, denk zelf goed na. Maar in dit geval, kind raakt verward, weet niet meer wat het moet denken. Wat is nou waar? Houdt papa nou wel van mij? Houdt papa nou niet van mij? Hoe zit het met mama? Op een gegeven moment, dus moeder heeft in dit geval dus de overhand, neemt zij de gedachten en zelfs de woorden van moeder over, zodat het rust blijft, om die verwarring op te heffen. Gehad. Triangulatie is een term die we eigenlijk al heel lang kennen. En dat is eigenlijk wat ik zei net in het begin, dat een situatie in een intacte relatie kan ontstaan, dat een ouder en een kind op hetzelfde hiërarchische niveau functioneren en een andere ouder als het derde wiel aan de wagen erbij hangt. Feitelijk hadden we dit scheidingstriangulatie of iets dergelijks kunnen noemen, maar goed, het heeft een andere term gekregen. En dan zou je kunnen zien dat het kind typisch gedrag gaat vertonen en het kind onthecht raakt. En ook dat heeft lange termijn effecten. En dat wil je allemaal in kaart brengen als je onderzoek doet naar deze problematiek. U heeft ook gezien dat het consequenties heeft, dit gedrag. U heeft gezien dat het agressie opwekt bij de buitengesloten ouder, bij de voordeur. Ik ben niet agressief. U weet waarschijnlijk, zeker als u werkt in deze problematiek, of misschien als u het zelf heeft meegemaakt, hoeveel geld en tijd het kost om deze problematiek te doen keren. En het levert veel onzekerheid op, want zodra iemand van de onzen, zodra professionals betrokken raken, raken ouders hun autonomie kwijt. En wat gaan die zeggen, die professionals? Soms versterkt de problematiek, het zelfvertrouwen van de ouder. En dat klinkt eigenlijk heel raar, maar het kan zijn dat de sociale omgeving van de ouder zegt, dat doe je goed, het is maar beter dat het kind geen omgang meer heeft. Ja, en het is ook interessant wat je ook ziet in gezinnen. Systeem noemt de zorg dat. Het systeem is de vader, moeder, kind of moeder en kind. Kan het zijn ook dat het kind een speciale plaats inneemt? Dus kan zijn dat die moeder die wil zorgzaam zijn en die geeft dan de kind de rol van jij bent een probleemkind of er is iets met jou aan de hand. Dus het kan zijn dat moeder zelf instabiel is, dat zij zelf allerlei problemen heeft en daar niet mee kan dealen. Wat ze net al aangaf, moeder is verdrietig, kan jaloers zijn, kan zelfs nog allerlei onverwerkte emoties hebben, maar die gaat daar zelf niet mee aan de slag en projecteert het dan op het kind. En er zit heel veel voordeel bij. Bijvoorbeeld dat de omgeving die gaat roepen. Want die hoort ook alleen maar één kant van het verhaal. Echt die vader, die is echt verschrikkelijk. Oh, wat erg voor je. En die moeder kan dan. Die krijgt allerlei empathie van vrienden, van familie. Oh, wat heb jij het toch moeilijk. Dus in dit geval kan het zelfs zo zijn dat deze problematiek een functie heeft. Want in dit geval heeft dat meisje dus die vader afgestoten. Daarmee is het probleem nog niet opgelost. Want dat meisje heeft het idee van, ik stoot mijn vader af, maar ook, mijn vader vindt mij blijkbaar niet zo belangrijk. Wat ook weer allerlei problemen op kan leveren. Dus zo zie je dus dat zo'n onthechting een functie kan innemen in een gezin, waar de moeder op onbewust, ik noem het onbewust, want heel veel van deze processen gaan ook onbewust, maar dat ze daar baat bij heeft en niet eens het kind wat ergens aan wil doen, maar dat haar eigen copingmechanisme ervoor zorgt dat zij dit gedrag vertoont. En zeker als de professionele omgeving die mening gaat delen, dan zal je zien dat die ouder een boost krijgt. Wij spelen dus een rol. Op ieder moment in deze problematiek kunnen wij een rol spelen. Ook de kenmerken van het kind zijn in kaart gebracht. En daar zijn eigenlijk wisselende resultaten van gekomen. Maar wat wel eenduidig naar voren kwam, is dat kinderen die wat overmatig angstig, maar zeker ook kinderen die wat boziger zijn, wat makkelijker in de loyaliteit te zijn beïnvloeden. Maar in wezen kunnen alle kinderen van alle leeftijden
beïnvloed worden. Ook dus volwassen kinderen. Als we dan kijken naar covertgedrag en we kijken naar de ijsberg, die we gelukkig tegenwoordig nog wel op onze wereld hebben staan, dan is dat natuurlijk een logische metafoor. Soms zien wij gedragingen in onze maatschappij wel degelijk. Wat wij zien is dat er tussen de ouders vaak beschuldigingen komen. Beschuldigingen die gemeld worden of bij Veilig Thuis, of bij de politie, of bij de huisarts, of op school, of aan andere mensen in de omgeving. Beschuldigingen dat de andere ouder een onveilige ouder is. We zien dat er veel rechtszaken zijn en die gaan dan veelal over het kind, over omgang, zorgregeling, alimentatie, noem maar op. En we zien dat de ene ouder de andere ouder beschuldigt van onveilig gedrag. Dat kunnen beide ouders van elkaar doen, maar dat kan ook één ouder zijn die dat alleen van de ander doet. Het kind ziet veel meer. En dat is dat coverte gedrag achter de voordeur. Het kind zal de indruk kunnen krijgen dat de buitengesloten ouder niet meer van het kind houdt. En als je alleen maar denkt dat een zin als hij denkt ook alleen maar aan zichzelf, die de moeder uitte aan het begin van het filmpje, wat dat betekent. Iemand die alleen maar aan zichzelf denkt, die houdt toch niet van een ander. En het meisje kan dat als het ware gaan vertalen naar, zie je wel, hij komt ook niet eens opdagen. Hij geeft niet eens aan waarom die niet komt opdagen. Hij houdt niet van. Je ziet in het filmpje heel mooi dat het meisje wordt meegenomen door de moeder in wat de moeder is aangedaan. En ik stel u allen één vraag en als u dat in de chat zou willen beantwoorden, dan kunnen we straks eens kijken wat u zich heeft herinnerd van wat moeder heeft verteld aan het meisje, wat haar is aangedaan door vader. We zien eigenlijk ook in deze film een vorm van conditionele liefde. Als je niet voor mij kiest, dan hou ik niet van jou. Neemt u nog de scène even voor de geest waarin het meisje lekker zit te tekenen. Mama komt binnen, vrolijk gezicht, warme glimlach, zet een bakje chips neer, geeft een complimentje, mooi getekend en belooft toekomstige tekenspulletjes. En als ze zich dan omdraait, naar de deur gaat, dan zegt ze met een heel ander gezicht, een beetje zo'n sip gezicht, zegt ze, ik moet je eigenlijk wat vragen. Oh, nee, maar laat maar. Dit is een van de ergste manipulatietechnieken. Het heet intermittent reinforcement. Dus de moeder geeft liefde, liefde, liefde. Opeens geen liefde. Liefde, liefde, liefde. Opeens geen liefde. Dus het kind kan er niet van uitgaan dat die moeder constant blijft met die liefde. Dus dat maakt ook heel erg onrustig. Dit zie je ook in casino's. Dit is hoe gokverslaving ontstaat. Je wint, verlies. Je weet niet wat er gebeurt. Hier zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Hetzelfde met, en laten ze bijvoorbeeld ratten, die laten ze op een knop drukken. En de ene moment komt er wel iets uit, de andere moment komt er niet iets uit. En dan gaan ze kijken hoe lang blijft zo'n rat op zijn knop drukken voordat er een treat uitkomt. Op het moment dat je het onvoorspelbaar maakt, gaat zo'n rat veel langer door. Omdat dat dus verslavend maakt. Het brein van de mens en ook van dit kind wil een probleem oplossen. In dit geval, hoe krijg ik de liefde van mijn moeder? Maar omdat het zo onvoorspelbaar is, draait het brein over uren om erachter te komen, oké, hoe moet ik mij nu gedragen om die liefde in stand te houden? Want deze liefde is van levensbelang. De ouder zorgt voor het kind. Dus het kind moet die moeder en die vader bij zich houden. En daarom is het zo erg gevaarlijk. Intermittent reinforcement heet dit. En dan zegt het meisje uiteraard, wat is er dan? Want ze heeft net allemaal spulletjes gekregen. Dus ja, mama is lief, dus je kan mama niet zo laten gaan. En dan zegt ze, ik moet eigenlijk poetsen. Maar ja, gij moet naar uw vader, hè? Ik doe het wel alleen. En dat emotionele appel kan dit meisje niet weerstaan. Voor wat hoort wat? Conditionele liefde. En we zien dat die conditionele liefde zich ook vaak vertaalt in dat meisje heel veel krijgt. En dat zagen we in het filmpje ook. Als het meisje tegenover u zou zitten, zou ze vertellen, ik heb een hele lieve mama die altijd leuke dingen met me doet, die alleen maar gezellige spelletjes met me doet, die me verwendt, die goed weet wat ik nodig heb. Maar ze zal niet vertellen hoe verdrietig ze was toen ze thuis kwam van een heel leuk weekend bij papa. En mama, met dat zure gezicht, zoals kinderen dat vaak in mijn praktijk noemen, reageerde op haar enthousiasme. En dit is ook een bescherming van het brein. Dus wat doet het brein met een probleem wat het niet kan oplossen?
die schermt het af. Dus dan kind zelf ervaart ook alleen maar die positiviteit van moeder. En die nare gebeurtenissen, er komt een soort scherm tussen, een schot tussen. Waardoor zo'n kind het waarschijnlijk, nou ja, dat weet ik wel zeker, die nare dingen ook niet eens meer herinnert. Die drukt dat weg, omdat het te pijnlijk is om over na te denken. Mogelijk, en dat zagen we in dit filmpje ook, kan een ouder slecht zonder het kind. Misschien is deze mama wel heel eenzaam als het meisje bij de papa is. En is eenzaamheid dus het coverte gedrag, het ware probleem wat misschien boven water gehaald moet worden. En dan komt, en dat zagen we in het filmpje heel mooi, dat het meisje autonomie krijgt. Zij gaat bepalen dat de omgang niet meer komt. Zij schrijft de brief. En moeder beschermt haar voor de deur, wat ik al zei, als een baby. In dit filmpje kwam dat niet voor, maar in mijn casuïstiek vaak. Kinderen kunnen gaan spioneren, kinderen kunnen opnames maken van gesprekken. Kinderen zullen niet meer vertellen over wat niet zo leuk is bij de ouder thuis waar ze voor hebben gekozen. Kinderen kunnen gebruikt worden als boodschapper. Kinderen worden uitgehoord. Vertel eens, hoe was het daar? En dan is het niet de bedoeling dat je vertelt hoe leuk het was. Kinderen worden boos en dat zagen we ook mooi in het filmpje. Gedenk alleen maar aan uzelf. Vader werd steeds meer buitengesloten. En uiteindelijk zien we in deze casuïstiek dat de omgang wordt beperkt of daadwerkelijk wordt stopgezet. En vaak ook dat de familie van de ouder die wordt buitengesloten ook wordt buitengesloten. De coalitie wordt steeds groter. En de band kan worden verbroken. Soms wordt verzoek gedaan om de achternaam te veranderen. Soms schrijft het kind zich op school liever in onder een andere achternaam. Of gebruikt een TikTok-account of een mail-account met een andere achternaam. En als we dan kijken naar ontvoering, dan is dat de meest ernstige vorm van ouderontrecht. Ik heb u beloofd dat ik ook zou vertellen welke 8 kenmerken zo significant zichtbaar zijn bij kinderen. Kinderen spreken in denigrerende termen over de ouder die ze hebben buitengesloten. Dat zult u niet zien bij mishandelde kinderen. En als je dan doorvraagt, dan kom je er niet doorheen dat er... Ik wil nog even stilstaan bij deze ene. Denigerend gedrag jegens de buitengesloten ouder. Dus zeer onrespectvol gedrag van het kind, dus bij de ouder die wordt verstoten. Wat je ziet is, als een kind wordt mishandeld, als er daadwerkelijk sprake is van mishandeling, dan zal het juist de ouder willen beschermen. Klinkt misschien heel tegenstrijdig, maar juist in een situatie waarbij dus een kind daadwerkelijk wordt mishandeld, gaat juist het kind extra veel hechten aan die ouder. Het wil weer die liefde. Hij of zij wil weer die liefde van die ouder ontvangen. Vandaar dat het zo belangrijk is om te zien, als dat denigrerend gedrag ontstaat, dat gebeurt dus niet zomaar. Daar moet iets anders de reden van zijn. Een zwaarwegende reden, een gegronde reden zou zijn. Kinderen zeggen bijvoorbeeld, hij doet nooit wat leuks. Of zij denkt alleen maar aan zichzelf. En kinderen gaan zwart-wit denken. U kunt vragen, wat is leuk bij mama? Wat is leuk bij papa? Wat is minder leuk bij mama? En wat is minder leuk bij papa? En die twee elementen bij beide ouders kunnen zij niet meer doorgeven. De buitengesloten ouders alleen maar stom. En de ouder waar ze voor gekozen hebben is alleen maar fantastisch. En de reden daarvan is, van het zwart-wit denken, is omdat dat kind heeft een bepaald gevoel. Het heeft het gevoel van, de ouder is gevaarlijk, deze is slecht, ik ben loyaal in ieder geval aan moeder. Dus er zit een bepaald gevoel. En het bewuste, die gaat het recht praten. Dat gebeurt trouwens bij iedereen, bij volwassenen ook. 95% van je gedachten zijn, van alles wat je doet, gaat onbewust. Achteraf verzint je bewuste een verhaal met de reden waarom. En omdat er dus geen echte reden is waarom, maar het kind het wel zo voelt, zal het kind gewoon eigenlijk zaken opnoemen die niet, waarvan je denkt van dat is niet logisch. Maar voor het kind voelt het wel logisch. Maar het is de enige materie wat het kind heeft. Dus als je als expert doorvraagt van wat is daar de reden van, en je hoort allerlei wazige redenen die niet specifiek zijn, maar die emotie zit er wel achter, dan is dat dus een hele sterke hint. Het kind staat tegenover u met de armpjes in de zij. Ik wil dat zelf niet meer. Dat heeft niks te maken met, in dit filmpje, mijn moeder. Die zij ook automatische steun geeft.
En dan lijkt het aan de buitenkant alsof dat kind helemaal geen schuldgevoel heeft over al het lelijke wat ze zegt en wat ze doet. Want dat gaat ze doen in die denigrerende termen die ze gaat spreken over die ouder. Op dat moment moet het kind de eigen emotie eigenlijk uitschakelen. Het gaat denigerend zijn tegen de verstoten ouder. Dat is emotioneel heel zwaar. Nu hebben we het weer over die bescherming. Dus kind gaat automatisch het eigen empathische vermogen uitschakelen. Dus alle gevoel voor die ouder gaat weg. En daarom zie je dus geen schuldgevoel. Dus ook weer zelfbescherming voor dat kind. Er komt volwassen taalgebruik. En laatst zag ik een hele mooie uitspraak van een rechter. En die had een kindbrief ontvangen waarin het kind had gevraagd om 3 dingen. Geen omgang meer. Moeder wilde voor moeder eenhoofdig gezag en de opheffing van de OTS. En deze rechter dacht, ik ga eens vragen aan dat kind of die wel snapt wat een OTS is. En wat eenhoofdig gezag betekent. En dat kind wist dat niet. En de rechter heeft heel goed doorgehad dat de brief wel in overgeschreven was door het kind, maar niet van de eigen hand. En dan zien we dus ook mogelijk dat het kind, de familie van de buitengesloten ouder, daar ook het contact mee verbreekt. Als u al deze 8 kenmerkende gedragingen ziet, is er sprake van een ernstige casus. Bij beginnende casuïstiek ziet u er 1 of 2. Nou heb ik best al een tijdje gepraat en dan is het soms ook lekker om... Deze 8 kenmerken zijn helaas wereldwijd. Ik zeg wereldwijd, want ik merk dat het probleem ook in Amerika speelt. Het wordt nog niet echt gezien door jeugdzorg in Nederland. Ook niet in Amerika. Dus er moet veel meer aandacht aan besteed worden. Er wordt nog niet gezien dat dit een zeer ernstige vorm is van kindermishandeling. Want eigenlijk op non-verbaal, nou eigenlijk is het verbaal en non-verbaal, wijs je de ouder van het kind af. Met alle schadelijke gevolgen die erbij horen. Dus er komt hier nog een deel 2 achter. In de komende afleveringen ga ik het ook hebben over oplossingen voor ouders die ze zelf toe kunnen passen. En nogmaals, ik kom heel graag in contact met kinderen die nu volwassen zijn, die dit hebben meegemaakt. Maar ook met vaders en moeders die hierover willen praten in de uitzending. Dat kan anoniem, je mag ook in beeld. En daardoor kan jij je verhaal doen en helpen om ervoor te zorgen dat het probleem eindelijk een keer wordt aangepast. Kijk op YouTube, geef een like. Subscribe bij het channel. Zit je op Spotify, zit ik ook. Geef even een 5-sterren review. Luister je op iTunes, geef daar een review. Hoe meer reviews ik krijg, hoe meer kans er is dat deze in het algoritme komt. Dus laat ook een comment achter. In de description kun je ook zet ik een link naar het originele filmpje. Dan kan je die bekijken zonder mijn gepraat erbij. En laat ook een comment achter. Laat weten wat je wil. Ik heb ook nog een e-mailadres waar je vragen aan kan stellen. Je kan ook bijvoorbeeld, als je een verhaal hebt geschreven, je moet het kwijt, wil ik dat ook voorlezen. E-mailadres staat allemaal in de description. Dus steun deze uitzending en help andere ouders, kinderen, experts, om ervoor te zorgen dat dit eindelijk stopt.